Goedemiddag. In Afghanistan zijn de Taliban nu op een zucht van de hoofdstad Kabul. Over 2 weken begint het nieuwe schooljaar, maar er dreigt een tekort aan leerkrachten. En 25 jaar geleden stond ons land in rep en roer door de zaak Dutro. Welkom. De opmars van de Taliban in Afghanistan is nu niet meer te stoppen. Sinds de buitenlandse troepen weg zijn uit het land, proberen ze met een blitzkrieg de macht te nemen. En dat lukt. De strijders van de fundamentalistische organisatie staan nu op 50 kilometer van de hoofdstad Kabul. En als ze die innemen, is het land na 20 jaar buitenlandse inmenging weer in hun handen. Taliban-strijders rijden Madan Shar binnen, de hoofdstad van de Afghaanse provincie Wardak, op enkele tientallen kilometers van Kabul. De inwoners van Kabul bidden ondertussen dat het geweld stopt voordat hun stad door de Taliban veroverd wordt. Op de luchthaven van Kabul vertrekt iedereen wie nog kan. Lange rijen mensen schuiven aan. De Amerikanen verklaarden gisteren nog dat Kabul niet onmiddellijk in gevaar is, maar toch vliegen ze massaal soldaten in om hun ambassadepersoneel en staatsburgers te evacueren. I expect that by the end of the weekend, the bulk of the 3,000 that we talked about yesterday will be in place. Probably not all, but the bulk. Ondertussen komen elke dag nieuwe vluchtelingen aan in Kabul. Vrouwen krijgen van extreem-islamistische Taliban in de veroverde gebieden geen enkele bewegingsvrijheid meer. Als je ziet hoe snel het Afghaanse leger zich terugtrekt, ja zelfs een paniekvlucht uit sommige provinciehoofdsteden, dan lijkt heel Afghanistan binnenkort in handen te vallen van de Taliban. Terwijl veel Afghanen nog proberen te vluchten, sprak de Afghaanse president Ashraf Ghani voor het eerst op tv over de kritieke situatie in zijn land. Afghanistan. Ghani wil verder bloedvergieten vermijden en is daarom met lokale leiders en internationale partners aan het overleggen, zegt hij. De Taliban is een fundamentalistische, terroristische organisatie die vooral in Afghanistan en Pakistan actief is. Een van hun doelstellingen is de sharia invoeren, de strenge islamitische wet. De Taliban ontstaan in de jaren 80 in Pakistan, maar vanaf 1994 veroveren ze grote delen van Afghanistan. Ze leggen hun versie van de islam met bruut geweld op. Overtreders worden onthoofd of verminkt. Vrouwen spelen geen rol van betekenis in de maatschappij. En muziek, sport, televisie en modern onderwijs zijn verboden. De Taliban geven ook terreurnetwerk Al-Qaeda van Osama bin Laden onderdak. Maar hij wordt al snel de hoofdverdachte van de aanslagen met passagiersvliegtuigen in de Verenigde Staten op 11 september 2001. What appears to be a large plane, it could be a 727 right there, maybe even bigger, flying right into the side of the World Trade Center. De Verenigde Staten verklaren de Taliban de oorlog en hun bewind valt. Thanks to our military and our allies. En de brave fighters van Afghanistan. Het Taliban-regime is coming to an end. Westerse troepen blijven daarna jarenlang in Afghanistan om ervoor te zorgen dat de Taliban geen rol meer kunnen spelen. Wanneer die westerse troepen dit jaar wegtrekken uit Afghanistan, kunnen de Taliban in snel tempo weer grote delen van Afghanistan innemen. Alles wijst erop dat ook hun schrikbewind daar opnieuw wordt ingevoerd. Een maand geleden liep een groot deel van de Ardennen onder water. De zondvloed, die 3 dagen duurde, heeft vooral de provincie Luik hard getroffen en laat diepe sporen na. Ook in Tro. Vandaag wordt daar nog altijd hard gewerkt. En omdat het weekend is, zijn er nog meer Vlamingen dan anders als vrijwilliger aan de slag. 1 maand geleden. Een ongezien weerfenomeen met massa's regen leidt tot een monsterlijke waterstroom. Mensen, dieren verdrinken. Mensen wachten urenlang op daken op hulp.
De schade is niet te overzien. Ze wordt vandaag geschat op 1,7 miljard euro. Een maand later is al heel veel opgeruimd, maar er ligt ook nog ontzettend veel werk. En lang moet je niet rondlopen om verbittering te horen. Ik wil zeggen wat er is vis-à-vis des autorités. Quoi, on a vu personne. Pas de communication, au moins expliquer. Non, rien. Même pour la nourriture, il y a des gens qui ne savaient pas. Al wekenlang zijn veel Vlamingen spontaan en vrijwillig naar hier gekomen om te werken. Ze halen nu in huizen het pleister van de muren. Dat schimmelt. Het is gigantische schimmelvorming. De paddenstoelen staan bij wijze van spreken op de muren. Zwarte schimmel, zeer ongezond. Mensen slapen daar ook in. Hun matrassen zijn vuil, hun kleren. Zij kunnen ook niet allemaal wassen. Niet iedereen heeft al water of een wasmachine. Dus het is hier heel, heel dringend dat hier meer hulp komt. Veel meer hulp. Op sommige plekken liggen na een maand nog altijd autovrakken op straat, afval in hopen. Het blijft een beeld dat raakt. Ja, dat pakt wel. Hè. Telkens als je die auto's zo ziet liggen of staan, dat pakt wel. Ook de bewoners die gebleven zijn kampen met hun traumatische ervaringen. Dat n'oublie pas. Dans quelques mois peut-être, mais maintenant, s'il pleut fort avant le coucher, c'est dur. We hebben allemaal al tranen gelaten. Wij kunnen bij elkaar terecht voor verhalen. Wij horen ook heel veel mensen hun verhalen. En als het dan nog eens een keer regent, bellen de mensen waar je heel veel contact mee hebt, bellen die gewoon in paniek op. Die hebben allemaal posttraumatische stress. Die willen weg. Die zijn in paniek. Dus ja, we hebben zoiets van we komen terug. We laten jullie niet in de steek. Maar Bart Courtois, in veel mensen voelen zich wel in de steek gelaten, heb ik de indruk. Gaat het echt zo slecht met die hulpverlening dan? Ik zal daar nee op antwoorden. Het gaat niet zo slecht als je nu misschien de indruk krijgt wat die vrijwilligers vertellen. Want ik sta hier op een plein. Moet weten, een maand geleden stond het water hier ook 3 meter hoog. Je had een gigantische ravage aangericht hier. Het lag vol autovrakken, rommel bleef achter. En vandaag staan we hier op dit plein. Wat helemaal opgeruimd is. Of toch, de grote stukken zijn weg. Er is geen stank meer zoals je op een stortplaats zou hebben. Je ziet achter mij, Defensie is hier maaltijden aan het verdelen. Het Rode Kruis, civiele bescherming is iets verderop aan het werk. Dus er wordt wel heel veel gedaan. Maar natuurlijk, het is een gigantisch rampgebied. Hè. We staan hier nu wel in Tro, maar het is eigenlijk meer dan 100 kilometer lang waar heel veel schade is. En dan is het ook logisch dat niet overal meteen evenveel opgeruimd is. Niettemin is er heel veel kritiek op de overheid. Die heeft bijvoorbeeld nog altijd vandaag geen zicht op hoeveel mensen precies nood hebben aan opvang, aan een huis, een nieuw dak. Dat kan de overheid nog altijd niet zeggen. Er zijn heel veel communicatieproblemen. Minister-president Di Rupo die legt voorlopig alle kritiek naast zich neer en die zegt van we gaan dat wel eens onderzoeken. Ja, dat zagen we eerder van de week inderdaad in een interview in Ter Zake. Ik herinner mij van niet zo heel lang geleden ook Bart, de kritiek op het Rode Kruis, onderbenutten van vrijwilligers. Hoe zit het daarmee? Wel, ook dat is dubbel. Van het Rode Kruis moet je zeker zeggen. Ze staan hier achter mij ook. Ze zijn aanwezig op het terrein. Soms ook niet zo zichtbaar. Ze hebben bijvoorbeeld ook een 40-tal geestelijke gezondheidswerkers op pad. Er wordt voeding bedeeld op verdeelpunten met vrijwilligers. Maar van de andere kant hoor je ook. Het Rode Kruis heeft een heel groot bedrag, meer dan 30 miljoen, ingezameld. Wat gebeurt er met dat geld? Rode Kruis Vlaanderen zit een beetje verveeld als we die vraag stellen. Want dan verwijzen ze door naar Croix Rouge België, de Waalse zusterorganisatie. Die eigenlijk de operationele kant helemaal voor zijn rekening neemt. En als we daar dan de vragen stellen, kan dat geld bijvoorbeeld ook bij al die vrijwilligersorganisaties terechtkomen die zelf voeding zitten te kopen om te verdelen? Kan dat bij hen terechtkomen? Dan zeggen ze van ja, over die vraag gaan we eens even moeten nadenken. Dat gaan we allemaal bij elkaar moeten leggen. Dus op dat vlak is ook nog wel duidelijk wat meer communicatie, transparantie nodig. Ja, en de menselijke component in dit verhaal, daar moeten we het dan toch ook eens over hebben, want er is de ravage. Maar je hebt ook wel heel veel mensen die het slachtoffer zijn geworden van die watersnood. Kan je daar een soort algemeen gevoel op plakken? Hoe gaat het met hen? Wel, ik heb misschien dit plein ook uitgekozen om als
plein van hoop bijna. Hier was gisteravond ook een buurtfeest. Mensen hebben nog eens gelachen. Op dit moment is er een soort kinderfeestje, wordt speelgoed uitgedeeld. Dus dat is heel hoopgevend. Maar de mensen hebben dat ook echt wel nodig. Mensen zitten met trauma's. Er zijn mensen die het ook echt niet meer zien zitten. Die heel veel kwijt zijn. Hun huis, heel veel toekomstmogelijkheden hebben zien dwarsbomen. En ik sprak bijvoorbeeld nog met een mevrouw gisteren en die zei van dank je wel voor alle hulp die uit Vlaanderen komt, want die is toch wel massaal aanwezig. En het is niet te hopen, maar als er ooit een ramp gebeurt in Vlaanderen, dan zullen wij er staan en dan komen wij jullie helpen. Dank je wel, Bart Kortoos vanuit Tro. Hier bij ons was juli vooral nat en kouder dan we gewend zijn. Dat zagen we jammer genoeg een maand geleden in Wallonië. Maar over de hele wereld bekeken was het de warmste maand sinds het begin van de metingen in 1880. En augustus moet niet onderdoen. Zo blijft het puffen en zweten in het zuiden van Europa. Een zware hittegolf teistert onder meer Spanje, waar de temperaturen gisteren op sommige plaatsen opliepen tot maar liefst 46 graden. En dat is maar een fractie verwijderd van de hoogst gemeten temperatuur ooit in Spanje, 46,9 graden. En dat record kan dit weekend sneuvelen. We gaan buiten a dar un paseo. Lo paso fatal. Pues, ¿sabes qué voy a hacer por lo menos yo? Salir por la mañana un ratito con el fresco y ahora me voy a mi casa y ya no salgo. Es lo mismo. El cuerpo se hace a todo, a lo bueno y a lo malo, al frío y al calor. Se acostumbra aún a todo. Porque para que al primero es duro, pero luego ya el cuerpo se aguanta. Het Belgische koeienras wit-blauw is zeer bekend en geliefd. Maar kent u ook de familie van de Bleu Mixte? Het zou kunnen van niet, want ze zijn met uitsterven bedreigd. In Wallonië willen ze dat graag voorkomen. Hoe? Dat vertel ik u straks. Maar eerst gaan we kijken en luisteren naar de Nederlandse premier Mark Rutte. Want in Nederland gaan dit najaar alle basis-coronamaatregelen op de schop. Dat zal dan wel van de cijfers afhangen. Maar als die meevallen, moet je in Nederland vanaf eind september geen afstand meer houden en ook het mondkapje verdwijnt. Tegen 1 november vallen dan alle beperkingen weg. Nederland had aan het begin van de zomer nog een versoepeling doorgevoerd, maar daardoor steeg het aantal besmettingen dramatisch. En dus is Mark Rutte nu een pak voorzichtiger over zijn plannen. En dan nemen we dat besluit op vrijdag 17 september. Dus met potlood maandag 20 september geen zekerheid. We hopen maandag 20 september, maar nogmaals, wij zullen ons baseren op de advisering. En bij ons verdwijnt het mondkapje nog niet. Integendeel, volgens de expertengroep GEMS houden we het beter nog de hele herfst en winter in de buurt. Dat staat in een advies van de GEMS aan het overlegcomité. De regeringen van ons land die beslissen over de coronamaatregelen. De experts hebben een barometer opgesteld op basis van het aantal ziekenhuisopnames per dag, van niveau 1 tot niveau 4. Het gaat om een advies voor alle duidelijkheid. Het overlegcomité zit eind van de maand samen om de coronamaatregelen te bespreken. En daar zullen ook de coronacijfers op tafel liggen natuurlijk. En die blijven stijgen, vooral de opnames in de ziekenhuizen. Maar we beginnen bij de nieuwe bevestigde besmettingen. Gemiddeld waren dat er de voorbije week elke dag 1825. Een lichte toename met 9%. Elke dag komen nu gemiddeld 54 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis terecht. Dat is een derde meer dan de week ervoor. In de ziekenhuizen liggen nu 495 coronapatiënten. 136 van hen hebben intensieve zorg nodig. Er sterven gemiddeld 3 mensen per dag aan de gevolgen van corona. Schooldirecteurs in het katholiek onderwijs krijgen hun teams maar niet samengesteld voor het nieuwe schooljaar. Zowel in het basis- als het secundair onderwijs dreigt een tekort aan leerkrachten. De topman van het katholiek onderwijs, Lieven Boeven, pleit daarom voor een radicale ommezwaai. Hij wil gemengde lerarenteams kunnen samenstellen met graduaat, bachelor en masterdiploma's. Waar zijn wij gisteren mee gestart? Met ons wedstrijdje speedrekenen. Het lerarentekort, het is een oud zeer, maar dit jaar dient het zich extreem vroeg aan, nog voor de start van het nieuwe schooljaar. Het probleem is dat er veel meer leraren nodig zijn. We hebben de vervangingsbehoefte van de gepensioneerden. Daarvoor waren er eigenlijk al tekort. Maar dan hebben we de extra initiatieven om de leervertraging tegemoet te komen, de bijsprong. Tegelijk zien we dat er meer kwetsbare leerlingen zijn. En er zijn gewoon meer leerlingen. Voor zijn scholengemeenschap is directeur Bart nog op zoek naar 6 fulltime leerkrachten basisonderwijs. Maar op de vacatures komt amper reactie. We vrezen dat dat niet ingevuld wordt.
Dit wil zeggen dat andere leerkrachten ingeschakeld zullen worden, waardoor de zorg of de ondersteunende leerkrachten andere functies zullen krijgen en de totale druk op de scholen heel groot zal zijn vanaf de start. En die druk heeft natuurlijk impact op de kwaliteit van het onderwijs. Het lerarentekort vraagt dan ook om een dringende en structurele oplossing. Eigenlijk is ons pleidooi om in te zetten op gemengde teams, hè, waarbij je eigenlijk kunt recruteren uit de volledige breedte van wie naar het hoger onderwijs gaat, hè, masters, bachelors, eventueel ook gegradueerden. En kunt zo een goed team samenstellen om die kwaliteit van onderwijs, om die eigenlijk te garanderen. De bedoeling is dan wel om de leraren te verlonen op basis van hun diploma. Het is belangrijk dat masters kunnen bijdragen tot een oplossing van het probleem in het basisonderwijs, maar het zullen niet alleen de oplossing zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat er een grondige analyse zal komen van wat de effectieve noden in het basisonderwijs zijn, omdat we op alle vlakken, zowel directies als zorgleerkrachten als klasleerkrachten, onder druk staan. De burgemeester van Sint-Truiden, Veerle Heeren van CD&V, heeft wel degelijk een ernstige deontologische fout gemaakt door zichzelf en mensen uit haar omgeving vroegtijdig te laten vaccineren met overschotten. Dat staat in het rapport van Audit Vlaanderen. In de maand mei raakte bekend dat Veerle Heeren veel vroeger nog dan risicopatiënten een prik had gekregen. Na lang aarzelen gaf ze dat zelf ook toe en ze zette een stap opzij, maar vorige maand ging ze alweer aan de slag. Audit Vlaanderen zegt nu dat Heeren een fout heeft gemaakt. Volgens oppositiepartij Vooruit. Onder meer omdat er geen programmamanager was in het vaccinatiecentrum van Sint-Truiden. Die bepaalt normaal hoe vaccinoverschotten eerlijk verdeeld worden. En dat die er niet was, werkte het misbruik in de hand. Sint-Truiden heeft ervoor gekozen om niet te werken volgens die richtlijnen van de Vlaamse overheid en heeft geen programmamanager en heeft geen populatiemanager aangesteld, waardoor het natuurlijk zo'n beetje à la carte was waar die vaccins zouden belanden. En van dat hiaat, waar de burgemeester trouwens zelf mee voor verantwoordelijk is, want zij heeft die structuur mee uitgetekend, van dat hiaat heeft zij eigenlijk gebruik gemaakt om dan zichzelf en haar entourage te kunnen laten vaccineren. In Deurne bij Antwerpen is vanmorgen vroeg een explosief gegooid naar een woning. En hoewel er mensen aanwezig waren in het huis, raakte niemand gewond. De ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. En een explosieve hond doorzocht de straat waar de ontploffing te horen was. Het is nog niet duidelijk of er schade is aan huizen of voertuigen, maar er zouden geen gewonden zijn. Het parket onderzoekt of er een link is met de schietpartij van vorige week. En net zoals bij eerdere ontploffingen worden ook mogelijke banden met het drugsmilieu onderzocht. Het is dit weekend 25 jaar geleden dat de zaak Dutroux in alle hevigheid losbarstte. Marc Dutroux ontvoerde samen met zijn toenmalige vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre 6 meisjes. Ze werden opgesloten en misbruikt. 4 van hen overleefden het niet. Anne Marchal, Eefje Lambrex, Julie Lejeune en Melissa Rousseau. Sabine Dardenne en Laetitia Delay werden bevrijd uit de gruwelkelder. De hele zaak heeft een grote impact gehad op onze samenleving. Ik zie echt dat beeld als ze buiten zijn en richting die ouders gaan. En dan denk ik, wat moet dat voor die mensen? Allee, ja, je krijgt je dochter dan wel terug, maar hoe krijg je ze terug? Dit verhaal is voor ons gruwel en voor ons nieuw. De zaak Dutroux is eigenlijk een confrontatie geweest met het feit dat wij grenzen hebben aan onze verbeelding. Een grens in het kunnen nadenken over het functioneren van justitie en van de hulpverlening. We gingen ervan uit dat dat goed werkte. Moeten we voor wat het luik politie en justitie betreft toch op manier zeggen dank u, Dutroux? Goh, dat zou ik hem niet gunnen. Alleen moeten we helaas vaststellen dat we soms zo'n dramatische gebeurtenis nodig hebben om echt een breuklijn te kunnen maken. Welke indruk maakt Marc Dutroux op u? Je krijgt gewoon een normale man te zien waarmee je, als het een beetje anders uitdraait, evengoed op café had kunnen staan aan de toog en hem samen een pint gepakt zou hebben. Je kan je heel moeilijk in de plaats van de dader stellen. Een psychopaat is iemand die totaal geen empathie heeft, dus niet kan voelen wat iemand anders voelt. Anderzijds wil ik ook toch even nog oproepen om die witte mars toch in alle sereniteit echt ten teken van het kind te voeren. Wie van ons zou durven zeggen, als ze dat met mijn kind doen, hoe zou ik reageren? Diep respect.
En over de gruwelijke zomer van 1996 heeft collega Machteld Libert een indringende reeks portretten gemaakt. Die vindt u terug op onze website en in de app. Ruben, bij FC Antwerpen hebben ze sinds gisteren een nieuwe middenvelder, en niet van de minste, Raja Nainggolan. En die gaan ze nog goed kunnen gebruiken ook, want het loopt nog niet helemaal bij The Great Old. Nee, 1-1 op Charleroi. Op zich is dat geen ramp natuurlijk, dat is een goede ploeg. Maar ja, als je titelambities hebt, dan wil moet je het winnen. Beter. Dan wil je winnen, uiteraard. Leek nogthans een uur de goede richting uit te gaan. Antwerpen op voorsprong via een andere nieuwkomer, via Fischer. Man waar veel van verwacht wordt, maar iets te makkelijk de tegengoal geslikt. Doelman Buté de mist in en daarna niks meer kunnen forceren. En dus 1-1 op Manboer. Manboer dat daverde, want opnieuw publiek op de banken. Zo'n 7000 toeschouwers, de helft van de stadioncapaciteit, zijn in Charleroi met het COVID-safe-ticket toegelaten. De toeschouwers en de spelers geven voor de start van de wedstrijd een eerbetoon aan Franck Berrier. De ex-speler van Zulte Waregem, Standaar en Oostende, die op 37 jaar overleed. Voor de rust behoedt Jean Buté met een wondersave Antwerp voor een 1-0 achterstand. Op dat moment is Charleroi dominant, maar na een schitterende counter brengt Victor Fischer Antwerp op een 0-1 voorsprong. De aanwinsten, Youssouf en Fischer, zorgen voor de 0-1 ruststand. Na de rust is Antwerp beter en dan scoort Charleroi. Na een flater van Jean Buté schiet Anas Zahroudi binnen 1-1. Nadien krijgen beide teams nog kansen op de zege. Gerkes stuit op doelman Koffi. Bedia treft de paal. Het blijft 1-1. Het ambitieuze Antwerp schiet er weinig mee op. We zijn zeker niet content. Maar ik denk op dit moment is het ook heel belangrijk om positief te zijn. En als je gewoon op de laatste twee matchen kijkt en ziet dat je 4-6 krijgt. Op twee moeilijke verplaatsingen, dan moet je misschien content zijn. Toch een aangename pot voetbal. Niemand met het maximum van de punten nog. Antwerpen 4-12, echt geslaagd kan je dat niet noemen. Maar het is voorlopig de competitiestart van de gemiste punten bij alle clubs. Vier matchen vandaag. Union, Eupen, Seurin en Genk ontvangen respectievelijk Kortrijk, Sint-Truiden, Oostende en Leuven. Ze zijn er ook in Duitsland aan begonnen. De Bundesliga is van start gegaan en zoals de traditie dat voorschrijft, mocht de landskampioen de spits afbijten. De landskampioen, dat is, en het zal u niet verbazen, nog altijd Bayern München. Bayern ging op bezoek bij Borussia Mönchengladbach. Ja, en een droomstart werd het niet. Bayern bleef steken op 1-1. Julian Nagelsmann maakt zijn debuut langs de lijn bij Bayern in deze opener van het nieuwe voetbalseizoen in Duitsland. Maar het lachen vergaat de nieuwe coach al snel. De thuisploeg verovert de bal aan de middenlijn. Stindel verlengt de voorzet en zet Plea oog in oog met Neuer. 1-0 voor München-Gladbach. Neuer baalt. Bayern zoekt een antwoord, maar Sommer is alert. Het blijft 1-0. Net voor de rust dan een hoekschop voor de bezoekers. En jawel, Lewandowski legt hem binnen. Het is de onvermijdelijke nummer 9 die gelijk maakt. De topschutter van vorig seizoen heeft zijn rekening al geopend. Na de rust zoekt Lewandowski nog naar een tweede goal, maar die komt er niet. Sommer doet het weer goed. Ook aan de overkant gaat er geen bal meer tegen de touwen. Bayern begint het seizoen met een 1-1 gelijkspel. Werk aan de winkel. Dag 2 ondertussen van de WK-rally in Ieper en de Westhoek. Altijd verraderlijk, want modder en stof. En dat hebben sommigen al geweten. Ieper, het Waterloo van sommige rallypiloten. Thierry Neuville, Belg, derde in de WK-stand. Die omzeilt de gevaarlijke klippen voorlopig moeiteloos. Gisteren leider na dag 1. Vandaag nog altijd leider na 11 van de 20 klassementsproeven. Maar de marges zijn klein. Het zijn absolute hoogdagen voor de autosport in ons land. Want voor het eerst maakt een Belgische rally deel uit van het wereldkampioenschap. Dat lokt uiteraard vele kijklustigen. De prestaties van Thierry Neuville zitten daarvoor veel tussen. Onze landgenoot won de rally van Ieper in 2018 en kent samen met co-piloot Martijn Wiedage de West-Vlaamse wegen als zijn broekzak. Van de 7 proeven die gisteren gereden werden, won Neuville er 4. Onze landgenoot begon vanochtend zo met 7,6 seconden voorsprong op ploeggenoot Craig Breen, ook al winnaar hier in 2019. De rally van Ieper is er een waar een foutje vaak leidt tot opgave. Dat ondervindt ook de Japanner Takamoto Katsuta.
Craig Breen gaat vol in de aanval en knabbelt even aan de voorsprong van onze landgenoot. Maar na 4 klassementsproeven op zaterdag bedraagt het verschil 6,8 seconden voor Neuville. De rest kan dat tempo niet volgen. Elfyn Evans, de derde in de stand, volgt al op 39 seconden van de leider. En vanmiddag volgen er nog eens 3 proeven. Morgen trekt het rallycircus naar het circuit van Spa-Francorchamps. Allereerste keer WK-manche in ons land. En er is daarnaast ook een wedstrijd voor het BK. Het spreekt voor zich. Ook daarin wordt er gestreden voor iedere meter. De beste start is voor Davy van Esten. Op de eerste 2 proeven gaat hij sneller zelfs dan een aantal WRC2-wagens, zoals Suninen en Oliver Solberg. Maar haast en spoed is nodig in de rally, maar helaas soms ook zelden goed. Van Esten belandt in een greppel. Einde verhaal voor hem. Dan komt Vincent Verschuren, gewezen Belgische kampioen. En die gaat naar de leiding, maar ook die houdt het niet lang vol. Dus op dit moment op kop een jonge landgenoot, Sébastien Bédoré. Maar ook in het BK blijven de marges dus klein. Deze namiddag live te volgen. Klassementsproef daarin Ieper voor het eerst ook bij Sporza. Ah, we gaan dat uitzenden. Dat is ja, iets om naar uit te kijken. Is, ja. Blauw en wit, dat zijn de kleuren van heel veel voetbalclubs. Agent bijvoorbeeld. Agent, dank je wel. Ja. Alsof ik je dat moest vertellen. Maar het is ook een Belgisch koeienras. Enfin, wit-blauw eigenlijk. Dat bekend staat voor zijn lekker vlees. Maar in de familie van wit-blauw is er ook een aftakking die bleu mixed heet. En die koeien leveren niet alleen uitstekend vlees, maar ook veel melk. Je vindt ze onder meer in Henegouwen. Alleen is dat ras met uitsterven bedreigd. En dat wil Wallonië niet laten gebeuren. Hey, we hebben het. Binet is 12 jaar en een echt prijsbeest. Haar kweker Vincent van Drom is erg trots op zijn bleu mixt. Ze is een nichtje van het bekende witblauw ras, maar levert niet enkel vlees, maar ook melk. Ze vraagt wel veel verzorging. Ici moi je suis autour de 60-70% vélage naturel. Donc on limite la césarienne, mais alors au le mode de vélage dit qu'il faut surveiller, il y a plus de surveillance quoi, il y a plus de travail alors. Plus de travail un petit peu autour, oui. Il faut se lever la nuit, il faut voilà, ça demande un peu une contrainte à ce niveau-là quoi. Jaar na jaar zijn er minder bleu mixt in Henegouwen en Noord-Frankrijk. In dat land gelden ze sinds 1990 als met uitsterven bedreigd. Je kan ze niet industrieel kweken en de opbrengst ligt ook te laag. Ben oui, on a un peu moins de production et le lait, il y a une moins forte production aussi. Donc au niveau rentabilité, c'est je vais dire une race qui est rentable mais stable, mais pas voilà, il y a moins de rentabilité autour. C'est parce qu'on veut garder ça parce que ça reste quelque chose de terroir, très local et que les bouchers sont demandeurs par leur qualité bouchère et voilà, on a une demande à ce niveau-là. Om de kwekers van bleu mixt te ondersteunen, gaat de Waalse regering de subsidie verhogen met geld uit de Europese landbouwpot. Er komt 120 tot 200 euro per beest bij en dat moet meer bleu mixt in de wei opleveren. En het andere blauw van deze zaterdag, dat vinden we terug in de lucht samen met de zon. Geeft dat een mooie zomerdag. Ik hoop dat u daar wat van kan genieten. Vooraan in dit journaal hadden we het over de situatie in Afghanistan. Daar nemen de Taliban met een blitzkrieg het land weer in handen. Ze naderen de hoofdstad Kabul. U leest er meer over in onze app. En vanavond praten we erover met collega Rudy Franks in het journaal. Tot dan. Fijne middag. گران هستیم خاطر چه طرف افغانستان جنگ است افغانستان روز برای سقوط است باید دولت کار باید کنه باید غم مشکلات مردم بیچاره دوا شود وضعیت در اطراف در داخل شهر یا در بیرون وضعیت بسیار سراسیمه است مردم پریشان است کاروبار به اندازه گم شده همیال جوانایی را ما دست دادیم که زنای از 20-25 ساله بیوه هستند حتی سرپرست ندارند او چی میکنن Stel nu zelf je persoonlijke nieuwsoverzicht samen met Mijn Nieuws in de gratis VRT Nieuws-app.